nummers 15 en 10, dus twee ploegen. Als je de selecties bij elkaar ziet, dan kun je toch concluderen dat ze het verdraaid goed doen met de voorhanden middelen. En het is ook nog verdraaid aardig om naar ze te kijken. Rode Eagles al 6 competitiewedstrijden ongeslagen. Na zegens op directe concurrenten Volendam en Emmen speelden ze de laatste 4 wedstrijden gelijk. Onder andere natuurlijk tegen Ajax en vorige week die 3-3 tegen NEC na een 3-1 voorsprong. En de 3-3 viel in de 5 minuten van de extra tijd. Dat is zuur, pleeg je dan te zeggen. Een wijziging, Kuipers dus weer terug als linksachter. En dat gaat ten koste van José Fontán. En bij Excelsior ook maar 1 wijziging. Opstelling dus, met Marco Lo nog steeds links achterin. Chuaon is wel weer herstellende van een hersenschudding. Zit op de bank. En Ayoub dus terug in de basis. En dat gaat ten koste van Adriaan Fein. En zij wonnen dus vorige week van AZ met 2-1. Hondsbrutaal aan zo'n wedstrijd begonnen. En dat past bij Excelsior, dat past bij Go Ahead Eagles. Laten we dan hopen dat ze die lijn allebei doortrekken en dat we een hondsbrutale wedstrijd krijgen. Terug van Gassel. En dan kan het snel gaan met Azarkan. Garcous kiest positie. Azarkan dreigt en dan gaat daar Garcous met zijn hoofd naar de bal en kop naast. Ja, behendigheid genoeg bij Excelsior. Met spelers als Azarkan, Lamproe, de linksbuiten. Die kun je op een boodschap sturen wat dat betreft. En dat geldt zeker voor Kenzo Goudmijn. Garcous. Dat is aardig gespeeld. En de kans is daarvoor Kenzo Goudmijn. Het is dat hondsbrutale, wat ik al eerder aanhaalde. Van beide ploegen. Dat met name Excelsior laat zien. De eerste minuten van deze wedstrijd. Rommers. Edwardsen, dit is Rommers. En dit is een geweldige redding. Heel snel laag bij de grond. Prima gekiept door Van Gassel. De inzet van Rommers. Na het doorzetten van Edwardsen. Echt een knappe redding. De linksachter van Excelsior heet Markelo. Nathan Markelo. Die zien we rechts. En links Genoa Markelo. De jongere broer. Beide spelend met rugnummer 24. Of in ieder geval de ene speelt met nummer 24. De andere heeft nummer 24 onder zijn trainingsjack. Zijn te maken te hebben met de geboortedatum van moeder Markelo. Die op 2 april jarig is. 2-4. Azarkan. Baas bij zich aan de rechterkant. Azarkan. Achterlijntje opzoeken. Achter Garcous. Lamproe vanuit de draai. Daar kruipt Lindhorst goed voor Ayoub. En dan is dit aan de kanje. En dan is dit een schot in de korte hoek. Die wordt gepakt door Van Gassel. Weer een hoekschop voor Go Ahead. Als het daar rond Van Gassel bijzonder druk is. Dus daar moet die bal ergens komen te liggen. Helemaal achterin. Oh, die valt er bijna in één keer in. En Van Gassel krijgt er toch nog zijn hand tegen. Tenminste, dat mag je toch aannemen. Toch besluit de arbitrage dat het een doeltrap is. Dan heeft Van Gassel daar dus niet aangezeten. Moet ze eerst zich wel ontdoen van een speler. Dan is... Ja, hij raakt hem zeker. Hij raakt hem zeker. Dat lachje verraadt ook gewoon. Dat hij weet dat de arbitrage mis zit. De bal gaat naar Garcous. En als iets is mistast, dan is dit Garcous. Dan moet Azarkan erbij komen. Azarkan kan hier binnenlopen. Dat lukt hem niet. Goudmijn wordt ook keurig weggezet. Het Rommers goed. Nou, dan kan je overtreding Ayoub geel voor Yassine Ayoub.
gniepige overtreding. Kort nadat dit gebeurt, dat Garcous daar Itzes wegzet. Die tas daar mis. En dan is het zoeken naar iemand die erbij komt. Dat is Azarkan. Dat lukt dan net niet. Er zijn ruimte voor Kuipers aan die linkerkant. Voorlopig even overgeslagen. Adekanje, Willemson en daar de sliding. Oh, de goal! Vallend valt Willemson de 1-0 binnen. Willemson met de openingstreffer in de Adelaarshorst. Hier is Willemson al in balbezit. En dan gaat het door het midden met Adekanje. Dan loopt Willemson door. En Willemson krijgt hem binnen. Vallend en al door de benen van Gasol. En de voorsprong voor Go Ahead Eagles. Dale. Seymour. Hier Adekanje. Adekanje, Adekanje! In 2 minuten tijd. 2 treffers. Willemson met 1-0. Adekanje met de 2-0. Dale met deze paas. Seymour krijgt niet bij Markelo. En dan is het heel snel door dat centrum, door de verdediging combineren. En dan heeft Willemson dus in 2 minuten tijd een goal en een assist op zijn naam. En kort voor rust. Een prettige voorsprong voor Go Ahead Eagles. 2-0. Blijven ze doorgaan nu. Dale, wegwerken Seymour. Amova met Garcous. Daar loopt Lidberg op, want ze lopen op alles. Ze lopen op alles. En heeft dat dan effect? Nou ja, in ieder geval weer een kans. Adekanje. De 45 minuten zitten erop. De man, de vierde official, heeft zijn bord vast. Maar dit wordt. Oh, dit wordt slecht uitgespeeld door Lindhorst. Krijgt er een minuut bij. Maar hier had Lindhorst toch de vrije bal om Lidberg aan te spelen. En dan blijft Excelsior in ieder geval een 3-0 achterstand bij rust bespaard. Het is toch niet zo ingewikkeld, zou je zeggen. Willemson. Vanaf de linkerkant even. Rommens. En weer. Ja, het ijshockey zou je zeggen, zoekt hij de 5-hole van de keeper. Weer Willemson daarbij betrokken. Ze kan door op Lamproe en De Lange met de redding. Zo'n moment voor Excelsior moet al uitgepakt worden om heel snel terug het idee te krijgen dat er nog wat te halen valt in Deventer. Lidberg, als de bal er overheen stuitert en dan is dit Lidberg die er 3-0 van maakt. Op het uur. Een lange bal van achteruit, stuit dat over alles en iedereen heen. Ja, als Willemson had geraakt was het buitenspel geweest, maar die raakt hem niet. En dan is het dus vanaf het moment dat die bal van achteruit gespeeld wordt, dat Liedberg dan buitenspel had moeten staan. Maar maakt Liedberg het af. 3-0. Dan gaat Excelsior nog een keer wisselen. Dat maakt Van Duinen klaar om in te vallen. Goudmijn en die haalt er een corner uit. Wel of niet, dat willen ze wel weten. Marinus Duikhuizen moet beslissen. Van Duinen zou wel graag willen met die corner voor, maar daar is een kopkans en daar is een goal. Het is Lamproe die scoort. Het is 3-1. Ja, nu is het wel logisch waarom dat Van Duinen niet kwam. Bij die corner, want Van Duinen kwam voor Lamproe.
En die mag daar blijven staan. Mag de 3-1 maken. En dan mag hij eruit. Ja, dan klopt het. Dat ze hem even hebben laten staan. Lamproe met de 3-1. Goeie bal. Van Rommens, Lidberg, Stokkers in het midden. Die wil wel, die wil heel graag. En die vindt daar Van Gassel op zijn weg. Vindt Stokkers. Een spits die van de bank komt, wil het ongelijk van zijn trainer graag bewijzen. En dan is de wedstrijd voorbij. En dan kan het gejuich in Deventer een aanvang nemen. Want dit zijn de wedstrijden die je moet winnen. En die winnen ze dan ook. Tegen Volendam, tegen Emmen. En nu dus ook van Excelsior. En dat is knap. Zo is de zege in Deventer compleet. Go Ahead Eagles wint met 3-1 van Excelsior.